Een Rotterdammer is zondagavond rond 10 uur overvallen in zijn woning aan het Weena in Rotterdam. De man had via internet een afspraak gemaakt met een andere man. Bij het openen van de deur bleek er ook een tweede persoon aanwezig te zijn. In de woning werd het slachtoffer vervolgens bedreigd met een vuurwapen. Ook kreeg hij daarbij enkele rake klappen. De twee daders gingen er vervolgens vandoor met een jas van de man, een kleegeldbedrag, maar ook de autosleutels. Of de daders ook van plan waren de auto te ontvreemden, dat is niet bekend, want de auto is achtergebleven bij de eigenaar.